Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we reportages sjenlitten die het jet iets te sjenwien in het programma Van Gewest tot Gewest. Dat weer soms een onderdeel van een apart programma, soms een eigen programma, maar weer altijd van de nationale televisie. En dat draaide van 1964 tot 2004. Van 1968 tot 2002 had Johan van der Zee de Friese reportages van een groot pad te verzorgen. Maar hij moest ook de onderwerpen regelen. Hij mocht net zeggen van, nou, je mag maar zeggen waar ik heen mag. Hij betocht zelf de onderwerpen. Ja. Hoe kom je nou bij de biologische boeren in Bommels te lonen? Ik denk, ja, het meeste haal ik toch uit de kranten. En verder wie het extra dat, ik had er vrij lang zitten. Dus mensen wisten mij echt wel te vinden. Dus ik kreeg telefoonsies. Vaak begint mij het zil wel te vier voortwijzen. Of het zil wel net interessant wijzen, maar... En dan kwam het onderwerp. Ja. Op die manier kwam ik aan onderwerpen. En de biologische boeren, ja, dat weer wat nijs in die tijd. Het weer in de tijd dat de boeren net meer in de bus melken mochten. En die moesten dus een tank aanschaffen. Ja, maar dat kwam omdat ze geen kunstmest struiten. Dus je zorgde ervoor dat je een nijs soort melken in die het oors weer als oren melken. Dus moest het dat ophellen. Nee, als je die mensen niet in de bus melken, net meer in de bus melken, die gingen geen geld om een tank te kopen. Oh, en die had dus zo van, er is wel een orenmethode. Ik ging in de bus melken blauwen, maar dan moet ik biologisch dynamisch worden. Ja. En dat we je eerst alleen maar biologisch, want die naam is juist net zo gauw. Nee. Dan moest je allerhande preparaten in spuitzien. Nou, daar hingen die mensen eerst net zo'n soort nocht aan. Maar ja, die konden net oors. Die hingen een reet die dan heel dal verorden worden moest. Of, nou, dat soort dingen. Dus die zijn, dan gingen wij maar biologisch boeren. En dan wie dokter Lancaster, zeg maar. Maar die wie ik boer in Iens. En dat wie een propagandist ervoor. En die hellen die mensen bij elkaar. Zullen we er eerst even naar Sjen, jongetje 82, een reportage over biologische boeren in Bommels. José, wat heeft die boer ratkuilen? Dat is biologisch. Maar dat is nog net. Dat is nog net, hè? Rommie de Boer uit Hartford. Begin 1981, één van de 8 boeren. We hebben in het begin alleen bussenboeren uitgenodigd om hier eens te komen spreken, om met elkaar erover te spreken. En om de reden dat per eind 1980, dus afgelopen jaarwisseling, de Takkomst, de plaatselijke fabriek, ophield met de bussen op te halen hier. En we dus wisten dat in ieder geval die boeren voor een beslissing stonden. Het was begin 1981 een ingrijpende beslissing voor veel boeren. Moet er een dure melktank komen? Moet de oprit verhard worden voor de zware tankauto of maar stoppen met het bedrijf? Waar komt het nu voor een boer in zijn dagelijkse leven op neer? Geen kunstmest meer? Kunstmest is natuurlijk een vrij rekbaar begrip. Er wordt in ieder geval geen kalkamonsalpeter meer gestrooid. Dat is de meest gangbare stikstofmeststof. Maar er mag in de overgangsfase een aantal jaren wel chilisalpeter gestrooid worden. En er mag gebruik worden gemaakt van ruw fosfaat en van kali. En er worden ook grondmonsters genomen om te zien wat er nodig is op de bedrijven. Dus er wordt wel wat gestrooid, maar in ieder geval veel minder. En verder dat er gebruik wordt gemaakt van de biologisch dynamische preparaten om het bodemleven te versterken. En dat zijn dus de preparaten die over het land worden gespoten en de preparaten die in de mesthoop worden verwerkt om de compostering te bevorderen. Maar is dat nou een hele andere manier van werken, dat biologisch dynamische taak? Nou, dat dacht ik wel. Zo, je mag net misdraaien en je mag van alles niks net, nou. Maar ja, die in de zijn omstandigheden binnen ons als de oren, wij waren hier verplicht om in de tank. Nou, en dat weer het punt net, maar die reed. Nou, dat je die tankauto's ze verwoest alles en dan gaan ze bij geweest, maar dit is uiteindelijk van al wat ze gewoon allemaal reed. En daar is wat grind doorheen, maar die tankauto's. Nou, en mijn huid die is zo'n zater, die bemoeit me helemaal net met mij. Nou ja, en ik wil nog wel even teruggeven, maar dan laat ze mij een stikker te zien in kei. Zo weet je wat, zonder beestenwok, maar het giet me net meer om het meeste net.
Nou, en toen hoorde ik van die biologische boeren. Ik denk, daar moet ik hem bij, dan hoef ik net meer te investeren. Maar ja, hoe dat komt, weet ik net. De beslissing om biologisch dynamisch verder te gaan betekende voor 6 van de 8 boeren dat ze geen melktank hoefden aan te schaffen. Hun melk werd in bussen naar een verzamelpunt gebracht. In augustus 1981 werd daarvoor een nieuw gebouwtje geopend. Dit gebouw is iepene troch Geert F. Eigelaar, bargemaster van Hennadradiel, op het 24e van de Rispsmorne 1981. Dit is het begin. Wommels, 24-8. Er is dus nu een eigen melkbussenrit van en naar het verzamelstation in Wommels. Het bouwen van dat station werd mogelijk gemaakt door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Die vereniging gaf een bijdrage uit haar jubileumfonds, het behoud van de groene ruimte, en verstrekte een lening. Wij hebben dien omdat met dit type landbouw deze boeren als het ware het landschap in stand houden kennen en dat ben ik bereid. En dat landschap, wat betekent dat dan voor je? Dat landschap, dat besteedt uit verschillende elementen, maar je kent dat zo om je heen zien. Dat zijn de greppels, dat zijn de ballen, ikkers als het ware. En dat zijn natuurlijk ook de kruiden, al de bloemen in het land en de weidevogels hier speciaal in Friesland. En als het ware die hebben meer kans van leven. Dat wij verwachten dat als het ware voor de planten en voor de vogels, dat dit type landbouw, het is eigenlijk een beetje een ouderwetse manier van landbouw. Wij verwachten dat dit positief is voor natuur en landschap. En hoe reageer je hem daarop als boeren? Zeg je, ja, we willen toch hebben wat vlakker en wat eensoortiger? Nou, nee. Wij kunnen met onze werktuigen die we nu hebben, heerbouwwerktuigen, kunnen we ons hier best mee redden. Kleinschalig, wat harder. En dat wij hier nog een stukje breien in zou hebben. Maar we zullen het dan al die moderniseren. Zo kan het land eruit blijven zien als er op kleinschalige manier wordt gewerkt. Een boer die weinig koeien houdt, heeft er geen behoefte aan zijn land zo vlak als een voetbalveld te maken. Maar biologisch dynamisch boeren is meer dan landschapsbescherming. Wij weten heel goed dat BD-landbouw betekent B en een D. En de B is als het ware biologisch, dus dat spreekt u aan. Dat is als het ware het type landbouw wat hier zeg maar, voor 1900, één koe per hectare. Nou, dat door deze boeren toch dat ik. Dat spreekt u allemaal aan. D betekent in feite de invloed van de kosmische aspecten, kosmische krachten op het hele gebeuren van groei. En wij zeggen dat is net een kwestie voor u in de eerste plak. Dat is tussen de boeren en de BD-vereniging. Niet waar, als je met het leven omgaat. Leven is in het niet winterseizoen 1980-81 werd in het café in Wommels een cursus gegeven voor die boeren die aan het project wilden meedoen of belangstelling hadden. Die stof functioneert. Het gaat eigenlijk veel meer in al die biologische methodes om de samenhangen, om de evenwichten, om de processen waar het geheel zich in afspeelt.
Het gaat hem veel meer erom dat je de zaak dynamisch aan de gang houdt, dat de krachten kunnen werken. En niet zozeer dat je nog steeds maar weer stoffen en stoffen en stoffen toevoert. He, bij planten, bij dieren, bij mensen. Alles wat leeft, dat heeft dat leven te danken aan het feit dat iets geestelijks die stof beheerst. En daar dus die levensprocessen op gang brengt. Dus iedere keer zijn veel van onze maatregelen dus manieren om met preparaten te proberen die krachten vanuit die dierenriem en die sterrenwereld tot in de mest, tot in de bodem, tot in de planten te laten werken. Het is nog vreemd voor de boeren, zelfs na de cursus. Een van de 8 beginners stapte in het voorjaar van 81 uit de groep. Het betekent ook nogal wat, die onbekende preparaten, duizendblad, brandnetel, eikenschors, paardenbloem en kamille, die allemaal in de mesthoop gestopt worden. En valeriaan dat gespoten wordt. Maar hoe wil je hem nou wijzer op dat dynamische terrein? Nou, wij vliegen wij er een cursus aan. En daar heeft u iets van alles verteld. Maar ja, je bent geen 15 meer, je bent nu 25. Als je bent 45 en dan denk je blikst in de oude hoes te rijden. Ik ga die vraag nog even stellen, man. He, dat had ze gewoon over de holles, jongen. En dan, ja, het rent al eerst zuniger, dat had ze zeker al. Dat is wat spijtig. Maar dan vreeg je letter al weg. Spreekt het wel aan? Nou, het dynamisch is... Ik wil graag zien, leeuwen door in het kerken, dus... Probeer je. Dat is ook niet zomaar iets dat je van iedereen kunt verwachten. Dat hij binnen een jaar BD-boer is, in de volmaakte zin van het woord, als dat dan al bestaat. Maar we hebben nu het afgelopen winter hebben we dus deze cursus georganiseerd. En dat zijn 5 avonden geweest, maar dat is natuurlijk nog maar een eerste aanzet. Het gaat erom dat de mensen ook kunnen zien wat er gebeurt op hun land. En je kunt dan wel een verhaal houden over preparaten en andere bemesting, maar ze moeten tegelijk moeten ze kunnen zien wat er gebeurt. En aan de hand van de praktijk toetsen, toetsen dan weer de theorie, kunnen ze zien van nou, daar zit toch wel wat in en daar moeten we wat verder mee doen. Hessel Bouma uit Itzingahuizen is nu een jaar biologisch dynamische boer. Hij was toch al niet zo'n voorstander van het moderne grootschalige werk, maar de overgang is ook voor hem groot. Sjoe, wie mooi als het kan, geen megaspuiters wat broeken, wie mooi, geen kalkemans op pleterstrooien en mooi 4 om dat biologisch dynamische te krijgen, mooi we mooi 4 als het ware, geen silistel op pleter meer strooien. Kun je nou merken dat het alweer oors is? Nou... Het gaat alleen een beetje zinniger. Maar ik weet al altijd dat ik erin zelf ook even zinniger. Je moet net zo hard met de werking. Nou, dat is wat er was. We moeten ook christelijk alert op zijn als toekomst dat we eerste klas spullen hebben. Dus we moeten ontdenken, we moeten als je niet eens 2 van de 12e klas mogen. De melk van de bussenboeren komt in het nieuwe tanklokaal terecht. De boeren die voor hun overgang naar de Wommelse groep lid waren van de zuivelcoöperatie De Takkomst, raakten in conflict met dat bedrijf. De Takkomst vroeg een uittreedsom van 300 gulden per koe. Voor een van de boeren betekende dit conflict dat hij alsnog uit de groep stapte. Een ander aanvaarde dat uittreedgeld en bleef bij de groep, die nu dus nog uit 6 boeren bestaat. Piet Koopmans uit Wiewert is een van de 6. Bij jou weet het dat jouw broeken al geen keus heeft. Ja. Dus voor jou is de omschakeling eigenlijk helemaal net zo groot? Nee, dat is het ook niet. Wat is voor jou het nee? Nou, dat ik wat meer bar en dat mijn product nog net waai wordt in de massa. Mijn natuurproduct, dat,
moesten we zelf boter en zien moesten dan nou dat als ze voor zijn dat moest ik dat zelf doen, maar daar zeg ik altijd geen aan. Wat kosten nu die producten die bij deze boeren vandaan komen in de winkel? Nou, het meest makkelijk is dan te vergelijken een liter melk. Die kost bij deze boeren, als ze in de winkel zijn, dan kost dat 1,90 per liter. En een gewone liter melk? Die kost, meen ik, 1,10 gulden, iets in die buurt, dacht ik. En karnemelk? Karnemelk zit ongeveer op dezelfde prijs. Dat is ook 1,90 of 1,80. En boter? De boter is, meen ik, 3 gulden per pakje op dit moment. Het is nogal een verschil. Hebben mensen dat ervoor over? Ja, dan moet je gaan kijken naar wat zijn de motieven voor die mensen om dit spul te kopen. En dan heb je aan de ene kant het aspect van de gezondheid. Mensen gaan ervan uit, terecht, dat dit soort voedingsmiddelen toch gezonder zijn dan de andere dingen. Aan de andere kant kun je het kopen vanuit het motief dat je toch een wat andere landbouwmethode steunt, die op een wat andere manier omgaat met de aarde, die nou wat minder let op alleen maar kwantitatieve dingen, maar meer op de kwaliteit van hoe ga ik met mijn land om? Wat doe ik om een vruchtbare en levende aarde te krijgen? Piet Koopmans heeft wel een melktank. Bij hem komt de tankauto van de biologisch dynamische zuivelfabriek uit Limmen 3 keer in de week de melk halen. Koopmans heeft een open tank die zo schoongemaakt kan worden. De meeste tanks hebben een kleine opening, je kunt ze dus niet schoonboenen. Dat betekent meteen dat er meer chemicaliën nodig zijn voor het reinigen. Wat krijg je nog meer voor de melk? Zond je ook BD-boer binnen? Nou, 2 dubbeltjes. En van Twente een kwartje meer. 2 dubbeltjes en een kwartje? Ja, van Twente een kwartje, maar nou is het 2 dubbeltjes wel. Je hebt natuurlijk tegenover die 20 cent meer heb je wat productieverlies. En die melkprijs die is door de voorlichters berekend toen de fabriek in Limmen begon. Zodanig dat de boer die eraan deel zou gaan nemen in ieder geval niet achteruit zou gaan in inkomen en misschien zelfs wat vooruit. Maar het is echt niet zo dat hij nou alleen maar die 20 cent overhoudt. Er gaan ook alweer dingen af. Je bent lid van de BD-vereniging. Een bepaalde hectare prijs is daarvoor en de preparaten kosten ook wat geld. Dus financieel zijn er natuurlijk de voordelen niet zo enorm groot als het direct wel lijkt, maar ze zijn er zeker wel. Maar daarnaast is er iets geringere arbeidsintensiviteit, omdat er iets minder veebezetting is. En wat toch bij een aantal boeren zoals die nu zijn overgebleven in onze groep toch wel erg belangrijk is. Het willen werken aan een kwalitatief product waar een belangstelling voor is, waar de consument naar vraagt. Er wordt wel eens gezegd van ja, maar waarom is die melk nou beter of gezonder dan andere melk? Ja, een chemisch bewijs is daarom moeilijk van te leveren, maar het is in ieder geval wel zo dat er veel mensen zijn die erom vragen en die het ook lekkerder vinden. Wat zijn de boeren om jou heen ervan? Nou, dat ik een prutser ben daar. Hoezo? Nou, dat weet ik net, maar dat gevoel heb ik. Mijn begrip dat hebben ze altijd al gedacht van mij, dacht ik. Dat, ja. Omdat je ook in kunstmest boeken? Ja, ja. En een PMLK, nou. Keuterboer.
Maar je weet zelf beter. Ja, gelukkig wel. Er is nu een jaar biologisch dynamisch werken voorbij, daar in de buurt van Wommels. Met steun van een van de landelijke voorlichters voor alternatieve landbouwmethoden. Met veel commentaar uit de omgeving. Met het wegvallen van twee leden van de oorspronkelijke groep. Toch is landelijk het gebied waar biologisch dynamisch wordt geboerd met 20% in oppervlakte toegenomen. Toch zien de overgebleven 6 biologisch dynamische boeren van Wommels de toekomst niet somber tegemoet. Dus dit wie je voor u is de oplossing. Een boer die het aan het trekken en leefboos had, dan is dat heel anders. Die zit al vaak in een heel grote oren situatie. Voldoet het? Ja, mij best. Ja. Okay. Want wie zitten als het ware al jaren in datzelfde. Oor zijn we 10 toekwijzen, niks wijsmieten. Nou, het veelwetter van een melkmachine, dat krijg je de kern. Nou, en nu is het milieuvriendelijk wijzen. Net een dripmalker het milieu in. Want elke drip die malker die het milieu in geeft, dat jet ze net. Zou je een slaghiemachine zuizen? Zou het slaghiemachine zuizen? Ja, wees. Als het kind komen staren, wordt er meer bij. Maar je krijgt eerst altijd een dieptepunt. En daar komen we verder doorheen. Daar twijfel ik net aan. Biologische boeren in Wommels in een periode wanneer nog de ruilverkaveling van Wommels aan Barwest had, net als mij. Ja. 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 Dus, ja. Dus dat kwam zelfs letterlijk nog als dat zal er eigenlijk nog eens in meespelen. Ja. Maar ja, zij zijn dus als Lietse boeren begonnen. Ze hadden machinaal een gebouwtje in Wommels dat ze de melk heen brachten. En dan de melkfabriek in Limmen in Noord-Holland, die hellen die melken op. Nou, dat had een schofse west. En ja, tot mijn grote vernuwering word je de meeste van die boeren nog altijd biologisch dynamisch. De zwan of ja, de zwan van deze boeren die er doen in. En die verzinnen de aarde gewoon, dus die gaan inmiddels ook alweer een tank. Okay. En het gebouw in Wommels wordt net bebroekt, want uit die tank wou je kent het gewoon naar de biologisch dynamische burgerij in Limmen. Ja, 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 ja. Dus het gaat nog heel goed. Het gaat nog heel goed, ja. Ja, ja, ja. Je ziet een boer in netjes een trui en een vrouw die stiert de strandskerpen in overal. Ja. Dat is, ja. Maar dit weer de geboorte van Hessel Bauma. De wedergeboorte. De wedergeboorte. Hessel Bauma, wie ik te zien in. Ik ga één keer een soort toneelstukje filmpje maken. Over het boerenleven in 1888, daar zit Hessel lekker in. En Hessel zit wel vaker in de reportage. Ja. Maar de zoon of de dochter, dat weet ik net, van Hessel, wordt het nog altijd biologisch dynamisch. Het is nog altijd een biologische boeren in Wommels. Je zei in de reportage uit 1982, uit het programma Van Gewest dat Gewest, wat we alle weken zien zitten in het programma Gewest Friesland. Nijwekenwer, Anton, dag.